Met een druk op de knop van de heimachine plaatsen sportwethouder Paul Derksen en Olympisch kampioene Yveske van Belkum vrijdag de eerste paal voor het combibad en ijshal De Vliet. We hebben toch al een ijsbaan en een zwembad in Leiden? Ja, die zijn inmiddels 40 en 50 jaar oud. Dus dit was wel heel hard nodig. We hebben veel te lang die infrastructuur niet goed aangepakt. Dus hoogste tijd voor mooie sportaccommodaties, daar heeft deze stad ook recht op. De plechtigheid werd voorafgegaan door een droogtraining van de ijsclub aan de rand van de bouwplaats. Toch wordt er niet alleen geschaatst in de nieuwe sporthal. Hier komt een combinatiegebouw waarin een binnenzwembad zit en een ijshal op twee niveaus. Dus een binnen ijshal voor shorttrack, kunstrijden, een aparte baan voor curling en een buitenbaan voor het lange baan schaatsen. En aan de andere kant dus een zwembad waar onder andere het waterpolo en ook het zwemmen. Echt in een wedstrijdbad waar tot aan Europese wedstrijden kunnen worden gespeeld. Het loopt al heel lang en het is gewoon heel mooi dat het nu daadwerkelijk is begonnen. En dat we op deze manier gewoon alle zwemmende leienaren kunnen faciliteren in het zwembad. Ja, en ik vind de combinatie met de ijshal vind ik heel erg mooi vanwege de duurzaamheid. Maar ook misschien kunnen we ook nog wel wat van elkaar leren als twee verschillende sporten. Dus super tof. Ga je er zelf ook vaak te vinden zijn als het klaar is? Ja, zeker. Ik coach nu nog ZVL en daar heb ik het heel erg naar mijn zin. En ik verwacht gewoon dat ik de komende jaren heerlijk in het zwembad te vinden ben. En misschien ook af en toe een rondje op de ijshal. Ik ben benieuwd.